Zo, goedemiddag. Ik ben vandaag in de kruidtuin in Mechelen. De botaniek, zoals ze zeggen. En ik ben hier eigenlijk zomaar toevallig terechtgekomen. Wandeling in de stad gedaan. Ik ben hier juist aan de overkant gegaan, aan de Zandpoortvest, om dat nieuw terras te bekijken dat aan de Deilen aansluit. Heel mooi, ook heel sfeervol. Ik heb er een paar beelden van geschoten. En nu ben ik hier in de botaniek. En eigenlijk het gedeelte hier zomaar meer natuurlijk en meer beïnvloed door de inval van de zon, ik zal het zo zeggen, om een beetje lyrisch te zeggen, is het mooiste gedeelte. Dus ik ga hier nog een beetje voortfilmen en ik ga jullie dat laten zien. En we gaan straks naar mijn kameraad hierachter, Rembert de Doens, die dat hier ervoor gezorgd heeft dat dat park hier komt. Maar daar komen we straks op terug. Rond deze boom hebben ze een afsluiting moeten zetten, want die ging anders gaan lopen. Zo, met dit beeld van Rembert, mijn kameraad in de achtergrond, sluit ik deze video af. Ik vond het zelf ook aangenaam. Het was een tijdje geleden dat ik hier nog in de kruidtuin had rondgelopen. Ook de Zandpoortvest is aangenaam geworden. Dus als je naar Mechelen komt, zeker eens komen kijken. Kruidtuin ligt in het centrum van Mechelen, dus daar moet je echt geen moeite voor doen. Gewoon de Brul even instappen en je komt hier mooie plekjes steken. Dat heb ik in ieder geval toch zelf gezien. Moest je mijn kanaal een beetje leuk vinden, een duimpje omhoog en abonneren zou tof zijn. En anders in ieder geval tot de volgende keer. Bedankt om te kijken.